Hoi, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Maaike Rispens en ik ben zadelmaker. En ik sta hier naast drie hele grote dozen. Jullie kunnen ze niet allemaal zien, ze staan op elkaar namelijk. Deze dozen zijn van Amahorse, daaronder valt Acavallo. En ik heb al zeker 2 jaar geleden video's opgenomen over Acavallo. En ik wilde toen ook heel graag de zadels bestellen. Toen waren ze nog een beetje zo aan het rommelen met de modellen aan het maken. Maar het merk staat nu echt heel goed. Dus tijd om Nederland te veroveren met deze super toffe zadels. Ik weet dat er in ieder geval 3 dressuurzadels in de doos zitten. En 1 springzadel. Maar er zitten ook een aantal bijproducten bij. En nou, ik kom net bij klanten vandaan. Ik heb net Noordje gereden. Ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om de dozen open te maken. En dan ook echt daadwerkelijk aan jullie te laten zien wat ik ervan vind. Wat erin zit. In plaats van dat ik het eerst ga openmaken en dan nog een unboxing ga opnemen. Dus sorry voor de werk/rijoutfit. Maar dat zeg ik, ik vind het gewoon leuk om dit echt samen met jullie open te maken. En echt mijn eerste indruk te zien. Dus ik ga gewoon lekker beginnen. Ik ga jullie denk ik een klein beetje anders neerzetten. Want ja, deze doos gaat nog wel. Maar die andere dozen, die kunnen jullie dan natuurlijk niet zien. En het is voor mij een beetje rottig openmaken. Dus ik haal er even eentje onderuit. En dan... ja, gaan we even kijken hoe ik het jullie zo goed mogelijk kan laten zien. Ik heb er hier achter even eentje. Ik heb al een zadelbokje neergezet. Daar heb ik een doos op gelegd. En hier staan er dan nog 2. Dus ik ga even beginnen met openmaken. Ik zie al dat hier in ieder geval het springzadel in ligt. Maar ondersteboven en er zitten nog wat doosjes bij. Even kijken hoor. Een hele mooie doos. Ik weet niet wat dit is. Even kijken hoor. Oh, ik zie het al. Ja. Ik wil ook hele mooie foto's van de zadels maken. Omdat, ja, in Nederland is het nog helemaal niet zo bekend. Dus ik heb hele mooie pads hiervoor met het Acavallo logo. Ja, wat mijn indruk hierover is, is dat hij heel luchtig is. Doordat hij een beetje, ja, niet echt een mesh binnenkant heeft. Maar wel... ja, heel, denk ik, zweet opnemend. En ik denk dat jullie het wel zien, maar een hele open mesh ruggengraatvrijheid. Dus dat is die. Hele mooie onderkant ook. Dan de zadelhoes van het springzadel. Nou ga ik toch even deze doos eraf halen, want er zit dus al een zadel in. Dan kan die daar meteen even op liggen. Dan pak ik eerst even het zadel eruit. Even kijken hoor. En dat is dus wel grappig, want er zit dus een hoes omheen, maar er zit ook nog een hoes bij. Oeh, heel mooi. Echt heel mooi. Ik ga hem even dichterbij laten zien. Dit is het zadel. En de kleur van dit zadel is donkerbruin. En het unieke aan deze zadels is dat er hier aan de voorkant een soort slotje zit. Waardoor je hem kunt opendraaien en dan de boommaat heel makkelijk kunt verstellen. Maar dat ga ik jullie straks even laten zien. En het laatste in deze doos is weer... Oh, hij zit heel klem. Weer zo'n doos met zo'n pet erin, maar dan een bruine. Ik ben zelf altijd gek van bruin. Dat vind ik echt heel mooi. En hier staat het logo dan in het crème-achtig op. Maar het is verder dezelfde pet. Dus met zo'n mesh inlagen. En zo'n lekkere luchtige binnenkant. Dan is deze doos leeg. Dus ik ga die even aan de kant doen. Oké, okay, doos nummer 2. Even kijken. Ik zie allereerst dat er ook weer een zadel in zit. Maar bruine beugelriemen. Die zijn met nylon aan de binnenkant. En die heb ik besteld voor bij het springzadel. En 2 paar zwarte beugelriemen. In 2 verschillende maten. Zodat die, ja, die kan ik dan of... Als een klant zo'n zadel bestelt, kan ik een setje beugelriemen meteen erbij aanmeten als de klant dat nog niet heeft. Maar ook voor de foto's maken vind ik dat wel mooi als het met een eigen logootje erop is. En dan zit er weer een zadel in. Het valt me wel op dus dat het springzadel een blauwe hoes eromheen had
en een losse hoes erbij. Maar hier zit gewoon al een Acapallo hoes omheen. Heel mooi. Echt heel mooi. Tadaa. Ik ga ze allemaal nog even goed aan jullie laten zien hoor. Maar hier zit dus ook het systeem weer in. De verstelbare boommaat. En dan zit er nog een doosje in. Oh ja, dat hebben jullie wel kunnen zien in een video van heel lang geleden. Dat ik deze beugels had besteld. Maar dan in het oranje. En die gebruik ik nog bijna dagelijks zelf voor Noortje. En het bevalt me echt heel goed. En het is natuurlijk heel veilig. Doordat ze, ja, het zijn veiligheidsbeugels. Dus ik dacht, het is misschien wel prettig om deze beugels ook als pasbeugels te hebben. Eigenlijk doe ik nu altijd gewoon de beugelriemen en de beugels van de klant pakken. En de klant daarmee laten rijden. En het is mij gelukkig nog bijna nooit gebeurd dat er iets fout is gegaan. Ik zeg bijna nooit. Ja, gerust heb ik wel eens gehad dat er een keer een paard even een paar gekke sprongen deed. Maar het lijkt me toch ook wel heel veilig om dus met dit soort beugels te kunnen passen. En dan kunnen klanten ook meteen even ervaren hoe deze beugels aanvoelen. Want ze hebben een heel breed voetbed en ze zijn dus heel stroef. Als ik dit soort beugels zou kopen zelf, dan zou ik het ook echt wel prettig vinden als ik het even zou kunnen proberen. Dus dit setje zwarte beugels heb ik dus als pasbeugels besteld. Dan is deze doos leeg. Dus ik ga de onderste doos even ietsje omhoog brengen, zodat we die kunnen unboxen. Want daar zitten dus nog twee zadels in. Ja, en hier zitten zo te zien alleen nog de twee zadels in. Ik ga de zadels er nu uithalen en dan ga ik ze voor jullie om de beurt op een bokje leggen om alle details te kunnen vertellen. Dit is het Leonardo dressuurzadel. Het is een monoblad zadel voor meer gevoel met het paard. De kussens zijn wol gevuld en het zadel heeft een smalle twist voor de ruiter. Maar een mooie vlakke boom voor de ook wat meer rondgeripte paarden en ponies. Het zadel heeft een diepe zit voor de ruiter die houdt van veel support vanuit het zadel. De dressuurzadels zijn allemaal gemaakt van een hoge kwaliteit kalfsleer die een hele fijne grip geeft. De bomen van de dressuurzadels zijn gemaakt van een nylon-composiet in combinatie met carbon. En dit maakt dat de zadels heel mooi licht zijn van gewicht. Dit is het Perugino dressuurzadel. Dit zadel is gebaseerd op de Leonardo die jullie net zagen, maar de Perugino heeft een iets gekantelde lepel. Hierdoor is de zit iets meer open, dus voor de ruiter die juist van iets meer vrijheid houdt. De kussens van dit model zijn gevuld met foam en hierdoor werkt die ook heel goed op rondere paarden en ponies. Wist je dat de Acapallo zadels uit Italië komen? Daardoor hebben ze de meest mooie namen, maar Italiaans, dat is niet mijn sterkste punt, dus sorry als ik de namen een klein beetje vernederlands. De ruimte tussen de kussens van de Acapallo zadels is heel mooi breed, zodat de ruggengraat mooi vrij ligt. En hier zie je ook nog eens mooi het hart van carbon in het zadel. Dan gaan we over naar het Mantegna dressuurzadel. Deze heeft net als het vorige model een iets gekantelde lepel voor een meer open zit. En daarbij heeft hij een iets langere vrom. En ook weer foam in de kussens. Dit model is gebaseerd op de Raffaello. Die heb ik dit keer niet besteld, maar die heeft net als het eerste model, de Leonardo, een diepere zit. En is ook wol gevuld, dus voor ieder wat wils. Natuurlijk laat ik jullie ook nog even het springzadel zien wat ik heb besteld. Dit is de Modigliani. Dit zadel is wol gevuld, maar hij is ook beschikbaar in foam gevuld. Alle springzadels zijn verkrijgbaar in zwart, donkerbruin en cognac. Er zijn op dit moment 8 springmodellen, 4 dressuurmodellen en 1 veelzijdigheidsmodel. Maar de ontwikkelingen gaan supersnel en er komen steeds meer modellen bij. Welke vind jij tot nu toe het mooist? Ik wil jullie natuurlijk ook nog even laten zien hoe het aanpassen van de boommaat werkt. Nu is die vrij smal, maar hij kan dus heel eenvoudig wijder en weer smaller. Als je het leer op dit punt voorzichtig een klein beetje aan de kant haalt, dan zit daar een soort slotje verstopt en met de bijgeleverde sleutel kun je dan het systeem opendraaien. En je ziet al dat hij heel rustig aan een klein beetje gaat zakken. Zo is die helemaal open.
Dan leg ik het zadel even verder achter op het bredere kantje van het bokje. Normaal gesproken doe ik dit gewoon tussen mijn handen, maar zo kan ik het even wat beter aan jullie laten zien. Als het zadel dan op de gewenste boommaat staat, draai je het systeem eenvoudig weer op slot. En tadaa! Een kind kan de was doen. Het is echt super eenvoudig en je ziet al dat hij nu een stuk wijder is als net. Maar hij kan nog wijder hoor. Ik zal hem nog één keer weer smal zetten voor jullie, zodat jullie kunnen zien hoe ik dat normaal doe. Gaat een klein beetje buiten beeld, denk ik. Maar normaal druk ik hem gewoon tegen me aan en gebruik ik dus gewoon mijn lichaam en mijn handen en dan gebruik ik niet zo'n bokje en dan gaat het heel makkelijk. En dan draai ik hem, als hij op de gewenste maat is, weer rustig dicht. En dan is hij weer ready to go voor een smaller paard. Dat was hem weer voor deze video. Ik hoop natuurlijk heel erg dat jullie net zo enthousiast zijn over de zadels als dat ik ben. Ben je benieuwd naar de zadels? Laat het me zeker eventjes weten. Ik kom niet door heel Nederland, maar Kitty van Kifra Horse en ik zijn aan het kijken om een heel mooi team in Nederland op te bouwen die de zadels kunnen gaan aanmeten. Dus ben je benieuwd, stuur me zeker even een berichtje. Kijk ook even op acavallozadels.nl. En dan zie ik jullie bij je volgende video weer. Doeg!